U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vandaag hadden we een wisselend bewolkt beeld boven Nederland met soms buien, maar soms ook brede en felle opklaringen waar de zon flink scheen. Die buien trokken van west naar oost over het land. En in de loop van de dag zagen we de zon steeds beter doorbreken. Met name in het zuidwesten van het land. Nu, de komende uren, gaan de meeste stapelwolken verdwijnen. Lossen op, het klaart op en de buien gaan ons land ook verlaten. Dat betekent voor vanavond nog een enkele bui. Maar geleidelijk worden dus meest droog. Temperaturen in de avond dalend naar 6 tot 9 graden. In de nacht verder dalend. In het binnenland naar een minimum van een graad of 4. Brede opklaringen, weinig bewolking en de wind die langzaam wat afneemt. Morgen overdag een matige tot vrij krachtige wind uit een westelijke richting. We hebben te maken met flink wat zonneschijn, vooral in het zuidwesten van het land, maar in het noordoosten van het land komt meer bewolking voor, en misschien dat daar in de loop van de dag ook een klein beetje regen gaat vallen. De dagen daarna laten een wat wisselend beeld zien met donderdag over het algemeen droog weer, maar wel wat wolkenvelden. Vrijdag vallen er een paar buien, zaterdag en ook zondag is het waarschijnlijk gewoon weer droog. Donderdag de hoogste temperaturen, 13 tot 16 graden. De dagen daarna doen we het met een graad of 13 gemiddeld. Dan de lange termijn wat temperatuur betreft. Daar zit eigenlijk niet zoveel spectaculairs in. Weinig verandering. We zien uiteraard op de lange termijn de onzekerheid wel groter worden, maar dat hoort er allemaal bij. Ik ben Marco Verhoef vanweerplaza.nl